Oh, er zit iemand. Wat is dit? Wat is dit? Heb ik weer zo'n lobby? Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik mijn miniserie starten. De bedoeling is in ieder geval dat ik dus in elke stad ga landen van Fortnite. En dan heb ik het vooral over de stadjes waar ik eigenlijk nog nooit geland ben. Oké, een beetje cheaten. Salty Spinks en Rita Rose staan er wel tussen. En ik heb nog een aantal regeltjes bedacht, maar dat horen jullie allemaal vanzelf in de video. Dus ik hoop dat jullie er heel veel zin in hebben. Vergeet dan zeker weten niet te abonneren op mijn kanaal. Ik weet niet waar mijn afstandsbediening is. I really don't know. Dus mijn tv staat uit. Dus ik hoop dat ik er heel veel zin in hebben. En laten we gewoon meteen beginnen. Let's go. Oké, de Steamy Stacks. Wauw. Ja, let's go dan maar. Oké, plan moet ik even gaan veranderen. Mijn plan was namelijk om in Steamy Stacks te landen. Dat gaan we sowieso doen. En om vervolgens daar alles te looten. En dan natuurlijk gewoon de victrouw halen. Maar dat tweede wordt er misschien niet. Ik denk niet dat ik alles kan gaan looten. Aangezien, ja, ik wil wel graag kills maken. En de kans dat hier mensen heen gaan, die is bizar klein. Ik bedoel, wie de heck gaat er nou voor zijn lol vanaf, zeg maar, Swady Sand naar Steamy Stacks? Terwijl je zal die springs hebben. Lazy Lake, Read the Roll, Blessed Park, French Farm. Weet je wel, alles heb je? Maar je gaat in Steamy Stacks. Wie de heck doet dat? Ja, alleen ik dan, maar ik doe het voor de challenge. Het zou daarentegen wel heel erg leuk zijn, al zou ik dus nu de save dan op mij krijgen. Maar, daar gaan we even niet van uit, oké? Ik moet sowieso... Nee. Ik wil geen sneeuwstorm. Wat toch weer gaat gebeuren. Ik haat deze sneeuwstorm, echt waar. Ik vind het niet chill. Zeg maar, elke keer als je landt, dan begint die sneeuwstorm. Maar ik wil ook gewoon een keer eventjes rustig gaan beginnen. Zonder sneeuwstorm. Maar nee, dat mag natuurlijk niet. Want nou weet ik dus niet van, komen er enemies mee? Weet je wel, dat soort dingetjes. Oké, nou nu weet ik het wel zeker. Ik bedoel, als hier iemand heen is gegaan, dan is diegene echt gek. Maar voor de rest, I don't know. En... Oeh, blauwe pup. Die heb ik lang niet gezien. Is hier wat leuks? Alsjeblieft, minis. Nee, wel tactical, dankjewel. Nog een big shield, thank you. Ik denk dat ik hier best wel veel kan looten. Waar moet ik heen? Op zich niet eens heel erg ver trouwens. Oké, dat is op zich best netjes. Laten we dan even kijken of we in ieder geval een complete setup kunnen krijgen. En daar dan weer mee verder gaan. Want ja, ik moet wel een beetje tempo maken als ik eerlijk ben. Dus het is gewoon vooral veel chest openen. En dan hopen dat ik een beetje goede loot krijg. En ik krijg weer een pump die ik gewoon niet hoef. En ja, hoef ik ook allemaal... Ik hoef jullie niet, oké? Ik wil jullie helemaal niet. Ga alsjeblieft weg. Waarom zijn hier zo pokken veel deuren? Het is toch geen doolhof? Dit voelt echt legit als een doolhof hoor. Als je hier nooit geland bent, I really don't know. Hier ben ik net geweest, toch? Ik hoor een chest. Oh, een shield. Oeh, dankjewel. Wat? Zit je daar of zit je naast me? Nee, je zit hier. Oké, top. Sniper, I don't care. Boxes, voordat de mensen weer gaan zeggen van, Rick, waarom pak je nog geen ammo boxen? Want ik kom hier wel af en toe. Maar nooit echt om te landen of zo, weet je wel. Ik kom hier niet, of tenminste... Dat zeg ik verkeerd. Ik begin hier nooit, zal ik het zo zeggen. Ik kom hier wel af en toe, bijvoorbeeld als ik... bijvoorbeeld, ja, de safe zone hier dus zit of iets in die richting. Maar ik kom hier niet om te landen, zal ik het zo zeggen. Alleen nu is de vraag, ga ik hier verder looten of niet? Ik denk van niet. Ik denk dat we gewoon lekker verder gaan. Steamy Stacks, je was me een genoegen. Wait. Ik wil alleen die 60 even openen. Ik kan het niet laten, oké? Dat zijn floppers... Wat ben ik blij dat ik dat ding echt geopend. Oké, alsjeblieft. Oké, snel. Huh? Een hunting? Huh? Waarom krijg ik een hunting? En waar kwam het vandaan? Ik bedoel, 1. Waarom zat een enemy er bovenop? Ik bedoel, hoe wil je eigenlijk naar beneden gaan? Dat is zeg maar ook mijn vraag. Ten tweede, waarom krijg ik een hunting rifle? Als ik een cadeautje heb gekregen. Dan krijg ik toch altijd iets schouts uit? Altijd. Gewoon standaard. Of, ik dacht helemaal gek. Waar was dat ding überhaupt? Ah, dat was hierboven. Sorry, maar dit vind ik heel apart. Heel gek dit. Oké. De rest ook, alsjeblieft. Oh, check je loot.
Bro, wat? Hoe kom jij aan... Yo, hoe dan? Ik hoef alleen die ding niet, hoor. Ik weet niet wat ik ermee moet. Laten we er vandoor gaan, oké? Je had best wel veel mats. Ik weet ook niet hoe je dat hebt gedaan. We hebben alleen niet heel veel hout. Ik heb daarentegen ook maar één kill. Maar dat komt zo meteen wel goed, want we gaan in de zeg maar... Nou, niet per se endgame. Maar dan gaan we heel veel kills pakken. Want dat is iets wat ik wel echt leuk vind om te doen altijd. Dus dat komt wel goed. En dit is echt de eerste keer dat ik vanaf deze kant hier aan kom lopen. Boeit helemaal niemand, maar toch is het zo. En we weten dat wij deze kant moeten gaan doorlopen, aangezien de safe zone altijd naar de waterkant toe komt. Dus als je bijvoorbeeld de safe zone hier hebt, komt die aan één van deze kustkanten, zeg maar. Hij kan ook naar rechts gaan natuurlijk, maar dat denk ik niet. Oh, er zit iemand. Wat is dit? Wat is dit? Heb ik weer zo'n lobby? Hé, wacht trouwens. Oh, die wil ik meenemen. Oh boy. Ik ga het zo doen. Ik weet dat het niet slim is, maar ik ga het wel doen. Thanks. Dit is zo niet slim. Maar niet uit. Maakt niet uit. Laten we het gewoon doen. Zo. Maar hoezo kom ik tegen dit soort enemies? Is dat puur omdat ik hier loop? Land bedoel ik? Of wat? What's going on? Ik kreeg zelfs trouwens reacties onder die video. Voor de mensen die trouwens niet weten, ik had laatst een video gemaakt. Waarin ik echt tegen, I don't know, maar tegen bizar slechte mensen kwam. Het was echt, ze stonden gewoon stil. Ze konden niet bouwen en, een lama. Nee, is het weer zo'n potje? Dit is precies wat er ook gebeurde. Ik kwam tegen slechte enemies. Ik vond twee keer lama naast elkaar. Ik weet ook niet hoe dat, of ja, bijna naast elkaar dan. Oh, hij kan wel bouwen. Oké, ja, sure. Dankjewel. Wacht, laten we het even zo doen voordat ik opeens gesniped word. You never know. I'm sorry, bro. Oh, nee, jammer. Waar zit hij? Zit eronder. Waarom doe je dat? Why? Oh, je gaat dat doen. Ja, ik vind het prima, maar het heeft alleen geen nut. Moet je opletten. Sorry, bro. I'm really sorry. Sorry. Dat gaat geen nut hebben. Sorry, man. I'm really sorry. Oké, laten we er weer vandoor gaan dan. Denk ik. Ik heb voor mij niet het steen gepakt, of wel? Nou, trouwens. Denk het wel, hè? Of niet? Wel? Niet? Wel? Niet? Wel? I don't know. Ik zal gewoon geen minis meenemen. Zal ik het gewoon niet doen? Weet je wat? Laten we voor deze challenge het een keer gewoon anders doen. Laten we een keer met deze setup spelen. Dat doe je normaal nooit. Want ja, wie de heck gaat er nou een burst AR droppen voor een Deagle of zo? Ja... Alleen ik weer. Maar het is wel leuk, oké? Een keer wat anders. Anders zien jullie alleen maar gameplays met AR's. En ja, hey, weet je, een keer wat anders is ook wel leuk, toch? Maar deze enemy was ook niet echt bepaald goed of zo. Toch? Ik bedoel, hij bouwde wel. Dus hey, ze zijn verbeterd. Maar hij was ook niet echt denderend goed of zo, weet je wel? Ik bedoel, sommige video's kom ik echt goede mensen tegen. Dus ik weet nou niet wat er aan de hand is. Ik vind dit op zich ook nog wel leuk. Want nu doen ze ook nog wat. En ik moet toch nog wel een beetje moeite doen om ze te killen. Waardoor de vorige keer was het wel echt heel erg. Toen kon ik gewoon gaan pickaxen in principe. Want ik killde ze toch wel. Maar, ik wou net wat vertellen. Toen zag ik een enemy. Ik kreeg namelijk reacties onder die video. Waar ik het dus net over had. Van, ja Rick, dat was fake. En het einde was ook fake. Dat je gesniped heb je expres gedaan. En ik zat ergens van... Nope. Ik bedoel, niks daaraan was fake. Ik bedoel, nee. Ik zou ook niet weten hoe ik dat zou moeten doen. Hoe zou ik moeten faken dat ik een sniper door mijn hoofd aan krijg in een 1v1? I don't know. Maar we zijn in Pleasant Park. We hebben een leuk rondje gelopen. En de storm gaat daarheen. En dat komt op zich mooi uit. Want dan kunnen wij daarheen. Alleen... Oh, wat jammer. Wow, really? Uh-oh. What's that?
Ah, hou. Ga weg. Sorry. Heb je een andere shotty? Ja. Haha, dankjewel. Oké, dat kwam heel creepy eruit, maar dat maakt niet uit. Hey. I'm so sorry. Dankjewel. Het voelt alsof ik Solid Gold speel. En het voelt alsof weer oude Fortnite terug is. Ik weet niet hoe, maar het feels like it. Ik ben bang voor een snipertje die op mij aan het schieten is. Oh, die zitten allemaal daar. Aha. Oké, wacht, we kunnen dit slim aanpakken. Waarom is dit hele huis trouwens weg? Wat de heck? Oh, nee. Oh, thanks dat je zo scheef was. Sorry. Ah, wat? Ik word weer gesniped. Really? Ik word weer gesniped. Alweer. Bro, why? Really? Are you kidding me? Waarom word ik de hele tijd gesniped? Ik kan hier zo zagrijnig voor worden, hè? Echt waar. Ik kan daar zo boos. Hoe kan ik nou 800 keer per video gesniped worden? Ik bedoel, er staat er niet op mijn voorhoofd, snipe mij of zo, weet je? Oké, ik heb een deal, oké? We hebben hem nu niet gehaald. Dus we hebben nu 1 keer gefaald. Laten we voor deze challenge een soort van puntensysteem doen. Ik heb namelijk een lijstje gemaakt. En op nummer 1 staat Steamy Stacks. Nou, dat hebben we dus vandaag gedaan. Daarna komt Sweaty Sands, Craggy Cliffs, Salty Springs, Weeping Woods, Reed Row, Holly Hatches, Dirty Dogs, Misty Meadows en Slippery Swamp. In al deze video's mag ik maar 3 keer falen. Dus ik mag maar 3 keer verliezen. En stel je voor, ik faal wel 3 keer, dan moet ik een giveaway gaan doen. En dan moet ik kijken even wat er dan toevallig dan in de store staat. De Darkfire Bundle. Dan zal ik die weggeven. Maar ik hoop dat jullie veel genoten hebben van deze video. Smash dan die blauwtjes omhoog. Sorry dat ik dus niet gewonnen heb. I'm really sorry. Maar laten we het de volgende keer in ieder geval nog een keer proberen. Dus in ieder geval bedankt voor het kijken. En dan hoop ik dat ik je morgen weer zie bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ciao.